Helemaal, het is vandaag vrijdag. En ik moet weer naar mijn werk toe. Ja, moeten eigenlijk niet. Ik vind dat leuk. Maar ja, het zal toch altijd wel een beetje een soort van moeten. Zal dat ja, wel blijven, denk ik. Dus, dat ga ik doen. En jongens, vroeg of laat komt er een dag, dan neem ik jullie erin mee. Vandaag helaas niet. Dus, bij deze. En we gaan straks gaan we naar mama toe als we weer zijn. Dan gaan we daar weer verder. Ik was er nog niet aan toegekomen om de heg helemaal te doen. Misschien kwam het al weer lang af, want ik heb een kar gebruikt als container. Daar was hier niet zo blij mee, maar ja, ik moet toch al die rommel kwijt. Dus zodoende. Zo allemaal. Hoe gaat het er mee? Nou, dan ben ik alweer thuis. Ik heb lekker gewerkt, jongens. Ik heb wel een beetje last. Maar ik ben altijd zo klagen dat ik elke dag last heb. Ja, ik heb wel echt elke dag last, maar dat houdt me niet tegen om gewoon lekker te werken. Nee. Ik ben gewoon, ja, ik ben blij als ik mijn ding kan doen. Dan ben ik blij. Je moet me niet eentonig werk laten doen. Nee. Dus ik ben met tuinbus ben ik echt op mijn plek. Ja. En dan word ik langzaam waarschijnlijk de routinier. Ja, wat Sneijder nou een beetje bij het Nederlands elftal is en Arjen Robben. Dat word ik dan waarschijnlijk een beetje bij tuinbeurs. Hm? Dat je toch al ja, bijna 6 jaar werkt. Voor waaijongen zelfs is dat knap. Ik denk dat ik de enige waaijongen ben die het zo ver geschopt heeft. Überhaupt. We meest houden het bij 4 jaar, houden het gewoon op. Ja, dat is ook een beetje, je bent niet voor niks, ben je baai, jongen. Je krijgt die, ja, stempel wil ik het eigenlijk niet noemen, want de waaijongens zijn de vakmens. Die zijn eigenlijk aan de kant gezet. En ja, doordat ze die aan de kant gezet hebben we nou een tekort aan vakmensen. Dus dat is jullie eigen schuld, hè? Wie die mensen die zo goed kunnen leren en kunnen lezen. Inderdaad. Als ik de dino niet aan de kanten gezet had. Hè? Maar ja. Wij maken ook wel fouten hoor. Ik zeg niet dat jullie alleen een fout maken, maar jullie maken wel de grootste fouten. Ja. Dus. Zet ons niet weer aan de kant. Wij anders. Hm? Wij zijn de vakmensen. Dus, ja. Ik ga nu even lekker eten. Maar ik ga eerst even douchen. Ik was op weg naar mijn moeder toe. En dan zag ik dit. Laat ik nu zien. Dus hoezo? Ach, Egmond aan zee. Kom gewoon naar Drenthe, jongens. Kom op. Helemaal. Ik sluit hierbij de vlog af.
Ik heb een leuke dag gehad. Echt, ik heb me vermaakt. Ik weet het, houden hier zo ineens houden het op. Maar ja, dat zal de aankomende tijd nog wel even zo blijven, helaas. Ik weet het. Maar ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Ik ben nog hier bij mama thuis. En ja, daar kan ik niet zo heel veel vloggen, omdat dit niet voor mij thuis is, zeg maar. Dus, wat doen we?